Ik ben fysiek. Ik heb lengte. Ik heb veel duelkracht. Ik ben snel. En ik denk dat ik een goede corrigerende sliding in huis heb. Ik ben begonnen bij ASWA, een club uit de buurt, bij de kabouters eigenlijk, toen ik 5 jaar was. Ja, dat is mijn beginclub geweest en zo ben ik steeds verder doorgegroeid tot de D1 eigenlijk. Daar speelde ik al mee met de C1 en toen heb ik overstap gemaakt naar de FC Dordrecht. Vanaf de E'tjes heb ik telkens met een jaar hoger meegedaan. Dus zeg maar, toen ik met de E speelde, speelde ik met de D mee, D met de C. En dat heb ik eigenlijk steeds vaker gedaan. Ook bij Dordrecht, toen ik bij Dordrecht kwam, ging ik met de B'tjes meedoen. Trainde ik met de A en met Jong Dordrecht mee, toen ik nog een C'tje was. En vorig jaar bij Feyenoord, toen ik nog in de B speelde, heb ik ook een aantal keer met de A1 meegetraind. En dat helpt wel in je ontwikkeling. Feyenoord is eigenlijk ja, na een interland denk ik naar mij gekomen en heeft toen ook contact gehad met Dordrecht. En die vertelde aan mij dat er verschillende clubs waren met interesse. En ik heb toen ook met verschillende clubs gesproken om, ja, om te kijken welke club het beste bij mij past. En ja, ik denk dat Feyenoord zo bij mij terecht is gekomen. Sowieso kom ik uit een Feyenoord familie. Een hele mooie club, Rotterdam, dicht bij mijn huis. En ik denk gewoon dat ik het beste in het spelletje van Feyenoord pas. Het is heel belangrijk om goed te praten met je familie, met de mensen die dichtbij je zijn en het beste voor je, ja, voor je willen eigenlijk. Dus ik heb het zeker met mijn familie zo besproken. Ik heb vooral heel veel met mijn vader gesproken, ook met mijn moeder natuurlijk. Maar mijn vader was als het ware een soort zaakwaarnemer ook voor mij. Dus die dacht ook mee op ander gebied dan alleen familie. Maar, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat ik een bepaald gevoel, een goed gevoel bij een club moet hebben als ik een keuze maak om daar te gaan spelen. En dat heb ik wel goed met mijn vader besproken. Van Feyenoord en dan aanvoerder zijn van zo'n fantastische groep met hartstikke veel goede voetballers is een eer. En dat zo'n trainer dat dan bekend maakt, ja, dat is mooi. Ik kreeg het te horen toen ik de eerste oefenwedstrijd speelde. Toen heeft de trainer gewoon in de kleedkamer bekendgemaakt dat ik dit seizoen aanvoerder zou zijn. Ja, eigenlijk vanaf dat moment wist ik het. Natuurlijk een goed gevoel, want je komt gewoon in een goede positie. En, maar het is ook wel een verantwoordelijkheidsgevoel wat je dan gelijk binnenkrijgt, zeg maar. En het besef ook wel dat je verantwoordelijk moet zijn tegenover je team, zeg maar. Als je aanvoerder bent op zo'n niveau, bij zo'n team, dan moet je bewust zijn van hoe je team staat. En je team, zeg maar, overal in meenemen, posities neerzetten, veel praten. In het aanvallen, maar ook in het verdedigen, voor mij zelf heel belangrijk. Omdat ik natuurlijk centrale verdediger ben, hoe het team staat, bijvoorbeeld in de restverdediging en in de omschakeling. Ja, gewoon goed praten waar iedereen, waar iedereen moet staan. Ik denk dat ik een rustig mens ben die veel mensen wil helpen, ook als ik mezelf eigenlijk eerst moet helpen, maar ik weet niet of dat door het geloof komt of niet, maar dat zit wel in me. Ik ben gelovig opgevoed, sinds klein al door mijn ouders, zeg maar, gelovig opgevoed. En ik neem dat wel mee in mijn voetbal. Ik denk dat het belangrijk is om God te bedanken voor alles wat ik heb gekregen in het voetbal. Het is wel belangrijk voor mij. Het helpt mij om de rust te vinden in moeilijke momenten. Ja, dan vraag ik wat ik moet doen of vraag ik of ik rust mag krijgen. En, ja, het is eigenlijk een soort luisterend oor en dat geeft mij een rustig gevoel.
Mijn plafond als voetballer ligt, hoop ik, heel hoog bij de Europese top. En ik denk dat ik het zou moeten halen als ik elke training 100% blijf geven en altijd gewoon mijn ding moet blijven doen. En met de hulp van trainers moet ik daar kunnen komen.